Hallo, mein Name ist Lea Niederhausen und in erster will ich graag de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen hartelijk bedanken. Ich fühle mich enorm geehrt, um diese Preis zu mogen ontvangen und mein Onderzoek zu mogen delen. In mijn scriptie heb ik de historische relatie tussen restitutie en herinnering in Duitsland onderzocht, waarbij ik contexten van de Tweede Wereldoorlog en het kolonialisme met elkaar heb verbonden. Mijn uitgangspunt daarbij was een recent herinneringsdebat in Duitsland over de vergelijkbaarheid van de Holocaust en koloniaal geweld. Omdat, tegelijkertijd, herinnering meer en meer wordt benadrukt in restitutiezaken, stelde zich nu de vraag in welke mate herinnering kan bijdragen tot het opstellen van vergelijkend onderzoeksaanpakken in restitutieonderzoek. Ik heb dus archiefonderzoek gedaan naar uitingen van herinnering in restitutieclaims, correspondenties en beleid en naar snijvlakken met overkoepelende herinneringsculturen. Door deze dualiteit wil ik een relatie laten zien tussen restitutie en herinnering die inherent is en die vragen opwerpt qua inclusie. Nog steeds luisteren we te weinig naar clamance en nog steeds zijn belangen van koloniale restitutie vaak achtergesteld aan belangen van WO2-restitutie. Als we echter restitutie en herinnering als met elkaar verbonden begrijpen, dan heeft restitutie vandaag niet alleen betrekking tot onrecht in het verleden, maar tot herinnering in het heden. En dat mogen we bij alle procedurele en politieke aspecten van restitutie niet vergeten. Dankjewel.